niets te missen wat nu aan de hand is. Maar wat is er nu? Want het is zo leeg hier. Ja, trackwall. Alle raceauto's staan op het circuit. Wat? Alle raceauto's staan op het circuit geparkeerd. Dus trackwall. Daarom is ieder volk aan de andere kant van de muren. Maar wat is daar leuk aan? Ja, dan kunnen gewoon dicht tegen de auto's komen. Zo, kijk, hier kun je normaal niet bij de auto's komen. En daar kun je eigenlijk heel dicht bij de auto's komen. Maar wat is daar de lol van dat ik die auto's van dichtbij kan zien? Ja, dat is iets tof voor auto's van altijd, hè. Dan die is van heel dichtbij zo'n auto kunnen zien wat je normaal niet kunt doen. Hè. Ben jij ook autofanaat? Ja. Heb jij een vriendin ook? Ja. Is die ook autofanaat? Antwoorden. Wel antwoorden? Antwoorden. Ik geloof er niks van. Ik zie dus heel veel racers hier. Die hebben allemaal wel hun vriendin bij zich. Ja. Het zijn van die hele typische vrouwelijke vriendinnen. En die hebben volgens mij helemaal niks met dat race. Of is dat niet zo? Een beetje show, denk ik. Show? Show? Een beetje show, hè. Een schone auto, een schone vrouw. Ja. Hoort dat bij elkaar? Ik denk nou wel. Oh. En veel geld. Dat is het natuurlijk. Het is gewoon de kalender in de autowerkplaats. Voilà. Dus die auto's die worden eigenlijk pas echt interessant voor al deze mensen als er zo'n vrouw voor staat. Zij is een van de bekendste pitspoesen die er zijn. Tegenwoordig heet het dan Grid Girl, maar hetzelfde als een pitspoes. Wat sta jij nou eigenlijk te doen voor deze auto, met dit mooie pakje aan? Ik probeer eigenlijk om de auto er nog wat beter uit te laten zien dan dat hij al is. Ja, want dat valt mij op, hè? Want ik ben voor het eerst een beetje in zo'n wereld. Ja. Maar naast zo'n auto moet eigenlijk een mooie vrouw staan. Dat is waar, ja. Ja. De meeste coureurs zijn uiteraard mannen. Dus het zou niet logisch zijn om er een knappe man langs neer te zetten. Voor ons zou dat fijn zijn, maar ja, het publiek is vooral mannelijk natuurlijk. Dus vandaar dan ook die vrouwen, ja. En waar moet zo'n vrouw aan voldoen dan? Wat mij betreft, ik vind het goed als vrouwen ontroeringen hebben. Vooral niet te slank, niet zoals de catwalk-modellen in Frankrijk bijvoorbeeld. Ja. Dus rondingen is voor mij heel erg belangrijk. Als je nou een stoere chick bent of motorlaarzen met tatoeages? Is ook vrouwelijk, vind ik. Kan ook sexy zijn. Dat zie ik hier niet hoor. Aan de arm van die racers zijn hele typische vrouwelijke vrouwen. Ja, dat is wel interessant. En heb jij een speciale pose die je dan doet als je voor de auto staat? Iedereen kijkt nu naar je. Kijk maar, we hebben echt publiek. Het belangrijkste is natuurlijk dat de sponsor in beeld is. Hè? Dus het maakt niet uit welke kant dat ik mij opricht. Het ligt eraan waar ik naartoe moet kijken. Waar dat de camera staat of waar dat de fotografen staat. Die kant draai ik me eigenlijk wel in. Dus dat is altijd verschillend of ik nou aan die kant van de auto ga staan. Ik sta aan de achterkant van de auto. Je kunt er ook een bordje omhoog houden met de sponsor. Je hoeft toch dan niet per se een strak pakje aan en hakken? Dat kan ook, maar waar kijkt de man liever naar het publiek? Naar een bordje wat me omhoog gehouden wordt of naar een vrouw? Mooie auto's, mooie dames en hele blije mannen. Het is een tikkie cliché, maar iedereen schijnt hier op zijn plek te zijn. Zijn jullie een stelletje? Nee, helemaal niet. Lijkt me wel seks. Je bent toch getrouwd met een racer? Ja, ik moet ook dag zeggen. Lijkt me wel seksueel, helaas. Nee, dat is niet. Wow, dat kan ik niet aan ontkennen. Maar jij bent ook met een racer getrouwd. Ja, met ons is het. Maar jij bent dus echt een racersvrouw. Een beetje wel. En heb jij zelf ook verstand van racen? Ik volg het wel, maar ik probeer vooral meer te ondersteunen in de verzorging van voeding, van kleding en een beetje er zijn. Meer moet u wij dus niet meer als vrouw. Een beetje. Sorry? Ik zit de man. Voor de rest doen wij als vrouw niet veel meer eigenlijk als gewoon er zijn voor de mannen. Dat is wel belangrijk. Een soort steun. Een steun en ook zien dat qua verzorging in orde is, dat hij op tijd zijn eten heeft, zijn kleding klaar ligt. Ja, ik zag een paar racevrouwen, ze zien er allemaal heel mooi uit ook, hè? Hoge hakken en mooi jurkje. Ja, dat moet een beetje. Ja. Je doet dat gewoon ook een beetje voor je man om hem fier te maken, dat hij fier is op zijn vrouw. Jij trekt dit dus aan om jouw man ook trots te maken? Ja, ik doe dat gewoon voor mijn man, omdat ik weet dat hij dat leuk vindt als ik mooi gekleed ben en mooie mijn nageltjes heb gedaan. En race jij zelf ook? Nee, helemaal niet. Nee.